Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. Vanuit het noordwesten neemt overal de bewolking verder toe en breiden buien zich langzaam over het land uit. In het oosten en zuiden blijft het in eerste instantie nog droog, met soms wat zon, maar later vanmiddag komen ook daar de buien op zetten. In het uh, noordwesten wordt het met al die buien niet warmer dan zo'n 15 of 16 graden. In het oosten en zuiden nog tussen de 17 en plaatselijk misschien 20 graden. Verder staat er een vrij stevige zuidwestenwind, die is boven landmatig en een zee vrij krachtig of krachtig windkracht 4 tot 6. Vanavond gaat de wind wat afnemen en dan komen er weer opklaringen vanuit het westen, maar nog steeds blijven een aantal buien mogelijk. Ook morgen hebben we te maken met buien. kunnen stevige exemplaren weer zijn met kans op onweer. De middagtemperatuur ligt zo tussen de 16 en 18 graden. En dat bij een matige, aan zeevrij krachtige westelijke wind. In kant 3 tot 5. Ook zondag te maken met wolken, zon en een aantal buien. En ook maandag en dinsdag blijft het aan de wisselvallige kant. In de loop van de dagen gaat de middagtemperatuur wel iets omhoog. Naar zo'n 18 graden op zondag, naar 20 graden mogelijk op de dinsdag. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.